Op de kunstweiden die meer gras geven en een ruimere gewassenkeuze mogelijk maken, werden ruiterdemonstraties gehouden. Verschillende systemen van ruiteren komen daarbij aanschouwen. Ruiterhooi, mits het goed gestapeld is en voldoende lang op de ruiter staat, broeit niet, geeft meer eiwit en maakt in de hooitijd spreiding van de hoge arbeidsstop mogelijk. Medewerkers aan deze tentoonstelling waren ingenieur Moerman, technisch adviseur, en Karel Driel, adviseur. Verder de jonge boer van de Vleuten en de hoofdassistent Beenvoort. Hier wandelen de heer Van Wijk, directeur van de tentoonstelling, met zijn secretaresse en dokter Dekkers. Deze boerderij is en doelmatig en goedkoop. Bovendien is het woongedeelte smaakvol ingericht. Vergeleken met de traditionele bouwtrant geeft deze manier van bouwen een besparing van bijna 1000 gulden per hectare. De rundveestal en het kalverhok tonen verschillende systemen van stalinrichting. In de Deense varkenstal worden zowel een doelmatige mesterij als fokkerij van het Yorkshire varken en het veredeld Nederlands landvarken uitgebeeld. Ook werd een varkensfokdag gehouden. Verschillende wijzen van inkuilen van voer en vooral van eiwitrijk voer werden aangegeven. Deze silo's brengen in 5 jaar hun aanschaffingskosten op. Die werktuigen en machines welke zich niet lenen voor coöperatief gebruik, vinden een plaats in de wagenloods en de open kapschuur. In de modeldroogschuur wordt niet alleen aan het drogen van tabak, doch ook aan dat van de kruiden aandacht geschonken. Een aparte dag voor tabakkers en kruidentelers trok vele geïnteresseerden. Gestoomde aardappelen zijn praktisch onbeperkt houdbaar in langwerpige silo's en vormen een geschikt voer speciaal voor varkens. Demonstratie van consumptie en pootaardappelbewaring vond op eenvoudige en doelmatige wijze plaats. Naast een doelmatige kuikenopfok werd de rationele pluimveehouderij volgens het dubbelrentsysteem met verschillende hoktypen geëxposeerd. De pluimveedag trok dan ook een enorme belangstelling. Een intensieve weidebouw kan op het zandgrasland de opbrengsten nog verdubbelen, mits een verhoogd stikstofgebruik en een doelmatige bewijding ingang vinden. Natuurlijk waren er dagen geheel gewijd aan de dieren. Er was een centrale merriekeuringsdag, een varkensfokdag en een rundveefokdag. Waarbij er zoveel schoon vee aan de touwen stond, als men nog zelden tevoren had gezien. Zelfs was er een speciale imkersdag. Niet alle boerenzoons in ons land kunnen hun toekomst vinden in het land- en tuinbouw. Men schat het overschot zelfs op 50.000. Emigratie, ambacht en vooral de industrialisatie moeten hier verlichting brengen.
Voor de provincie Noord-Brabant is daarom een welvaartsplan ontworpen, waarop deze tentoonstelling de aandacht vestigde. Het Benelux-monument met schitterende paviljoens van België, Nederland en Luxemburg sloot het terrein af. De Belgische expositie werd wel het allermeest geroemd. Ook Luxemburg kwam goed voor de dag. In het Nederland paviljoen deed de afdeling voorlichting van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening haar naam eer aan met een originele en leerrijke inzending. Zo waren er ook vele exposities van nationale diensten voor land- en tuinbouw. Ook op deze tentoonstelling sprak natuurlijk de mechanisatie een hartig woordje mee. Naast een uitgebreid wagenpark werd door de werktuigencoöperaties voor land- en tuinbouw getoond dat een gepaste mechanisatie een eerste voorwaarde is om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Dit werktuigendefilé alleen al trok meer dan 10.000 bezoekers.